Als thema voor de preek hebben we gekozen: wat als jij Jezus ontmoet? En ik wil met jullie twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. Allereerst één vers uit Handelingen 2 en daarna een aantal versen uit 1 Petrus 3. En ik heb er vandaag voor gekozen, mensen die gewend zijn elke zondag naar de kerk toe te gaan, en zeker in de gemeente hier in Heerenveen. Normaal gesproken lees ik uit de nieuwe Bijbelvertaling, maar ik heb ervoor gekozen om vandaag te lezen uit de Bijbel in gewone taal. In Handelingen 2 vers 41 staat: veel mensen geloofden Petrus en lieten zich dopen. En er kwamen die dag ongeveer 3000 gelovigen bij. En dan een aantal versen uit de brief die Petrus heeft geschreven. Vers 18 tot en met 22. Daar staat: ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als mens op aarde, maar God maakte hem weer levend en gaf hem de macht van de Heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonde. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht. Christus heeft zijn overwinning bekendgemaakt aan de geesten die gevangen zaten. Ze waren in die tijd van Noach ongehoorzaam aan God. En God wachtte geduldig af zoals ze zich beter gingen gedragen, maar dat deden ze niet. En toen liet hij Noach een boot bouwen. In die boot werden alleen Noach en zijn familie gered, 8 mensen in totaal. Het water redde Noach en zijn familie uit een slechte wereld. Nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop was niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort. Christus is opgestaan uit de dood. En zo heeft hij alle engelen en geesten die over de wereld willen heersen overwonnen. En nu zit hij in de hemel naast God aan de rechterkant. Wat als jij Jezus ontmoet? Als ik die eerste vers uit Handelingen 2 lees, dan zie je mensen worden ergens geraakt. Er is iets wat hun aanspreekt en ze kiezen ervoor om zich te laten dopen. En het lijkt zo simpel. Waar ik vanmiddag met jullie over mag nadenken, wat ik mag spreken, dat houdt me eigenlijk al verschillende weken bezig. Kort geleden zei iemand: ja, geloven, ja prima. Ik kan me voorstellen dat als je een probleem hebt in je leven, dat je dan wel houvast daaraan hebt. Maar ik heb het allemaal wel voor elkaar. Wat voegt dat nou toe? En dat zet hem aan denken en dat hield en houdt me tot op de dag van vandaag bezig. En ik moest denken aan een verhaal van twee vrienden. De een was gelovig en de ander niet. En die twee kameraden, die hadden een geweldige relatie met elkaar. En die gelovige vriend, die probeerde maar allerlei argumenten aan te dragen om zijn ongelovige vriend inderdaad ertoe te bewegen dat hij ook zou gaan geloven. En elk gesprek stokte eigenlijk op het moment dat hij zei: moet eens luisteren, het leven is hier en nu. En er komt een moment, dan blaas ik mijn laatste adem uit en ik geloof niet dat er een God bestaat. En dan is het gewoon afgelopen. En dan lijkt het gesprek te stoppen. Dat leek het keer op keer tot die gelovige vriend op een bepaald moment zei: oké, laten we nou eens aannemen, zei hij tegen zijn ongelovige vriend, dat God niet bestaat. Dan heb ik mijn hele leven me ergens aan vastgehouden, vastgeklampt. Heeft het me rust gegeven. Eigenlijk heb ik voor in jouw optiek dan tegen iemand gesproken. Op het moment dat er weer wat was en kon ik het uitspreken naar hem. En als nou blijkt aan het eind van het leven dat jij gelijk hebt gehad, dan is er niets verloren. Maar stel dat ik gelijk heb. En dat aan het einde van het leven, als wij onze laatste adem uitblazen, dat ineens dan blijkt dat er toch een God is en dat we samen voor zijn troon staan. Dan is voor jou alles verloren. Ik ben me zo bewust dat ik
niemand kan overtuigen van het bestaan van Jezus en van God. Terwijl ik mij de afgelopen weken voorbereid op deze doopdienst, probeerde ik me voor te stellen wie van wie hier zouden zijn. En natuurlijk een aantal mensen die je bijna wekelijks ontmoet vanuit de gemeente, die komen dan op je netvlies. Maar ik wist ook van Joke dat er familieleden zouden zijn. Je echtgenoot is er, je kinderen zijn er. En eigenlijk zitten we hier vanmiddag met een mix van mensen die geloven en mensen die niet geloven of daar grote twijfels bij hebben. Die het mooi vinden voor jou, Joke, dat je deze stap zet. Misschien zijn hier ook wel vanmiddag mensen die jaren geleden nog wel iets hadden met God en met Jezus, maar die door de dingen die ze meemaken in hun leven toch wel wat teleurstelling hebben. Of misschien wel door wat ze meemaken met de kerk teleurgesteld zijn. En toen dacht ik, wat dat betreft is het niet veel anders dan die mensen uit Handelingen 2 die in eentje staan te luisteren naar Petrus. En volgens mij was dat ook een mix van mensen die, over het algemeen waren toch heel veel Joodse mensen die wel iets hadden met God. En er waren mensen bij die inmiddels overtuigd waren geraakt dat Jezus de Zoon van God was. Ik zou me ook voor kunnen stellen, je leest het niet, maar dat er ook mensen bij waren die best teleurgesteld geraakt waren in het hele religieuze systeem. En dan horen ze ineens op een dag, het was op de Pinksterdag, iemand spreken over Jezus en die vertelt dat volgens het plan wat God ooit had bedacht, dat zijn zoon, dat Jezus als mens naar de aarde zou komen. En dan horen ze over zijn kruisiging en zijn dood, maar ook over het feit dat hij opstond uit de dood en zo de macht van de zonde brak. En er werd er nog veel meer verteld. En dat wat ze hoorden raakte hen zo, dat ze het uiteindelijk uitriepen, wat moeten wij doen? En het antwoord was heel eenvoudig. Verander je leven. Kom tot inkeer. Draai je om naar God. En laat je dopen. Nou was dat dopen voor hun niet zo onbekend in die cultuur, in die tijd. Want als je een leraar, een rabbi, een meester volgde, ach, de leer die je volgde, er werd vaker gedoopt. Sommige mensen werden meerdere keren gedoopt. Dat was wel een soort ritueel. Het is een soort ritueel van, oh, je wijdt je toe, je stemt daarmee in. Dus in die zin was het niet zo raar. En toen bedacht ik, maar wat is dat eigenlijk? Wat gebeurde daarna? Op die Pinksterdag. Want je leest dan dat er 3000 mensen eens geraakt werden. Door een boodschap van een ander heen, geloof ik dat zij Jezus ontmoeten. Dat zij zagen met de ogen van hun hart wie hij echt is. Wat als jij Jezus? En misschien was het wel net zo'n gemêleerd gezelschap als vanmiddag. Heel veel van jullie zijn gekomen om getuigd te zijn van Joke. En straks zullen jullie uit haar eigen mond horen wat haar ertoe heeft gebracht om deze stap te zetten. Eén ding duidelijk zijn. Kiezen voor Jezus heeft niks te maken dat je een probleem zou moeten hebben. Het heeft alles te maken met de ontmoeting die jij hebt gehad met Jezus. En dat je ervan overtuigd geraakt bent dat hij als enige de weg vrij kan maken. Jouw leven in verbinding kan stellen met de God die schepper is van hemel en aarde en jouw schepper is. En steeds klinkt er in mijn hoofd ook nu nog weer die vraag, wat voegt dat nou toe? Wat heb ik daar nou aan om te geloven?
En toen moest ik denken aan ontmoetingen van heel veel mensen met Jezus. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan lees je daarin dat Jezus heel regelmatig mensen op een persoonlijke manier ontmoet. Soms is het heel rechtstreeks, direct, fysieke ontmoeting. Ik denk aan een geweldige leraar, Nicodemus. Hij heeft een ontmoeting gehad met een vrouw bij een bron, een Samaritaanse vrouw. Hij roept op een gegeven moment een aantal mensen, vissers, waar hij langs loopt. Ze zegt, volg mij, ze staan op en ze volgen hem. Hij loopt ineens door een stad heen. Dan ziet hij iemand op een boom zitten en hij zegt, kom naar beneden, ik moet vandaag in jouw huis zijn. Die man die, nou, voordat je het weet, is hij uit de boom. En ik lees over een ontmoeting van een hele rijke jongeling. En ik dacht aan mijn eigen ontmoeting met Jezus. Ik haal er een paar ontmoetingen. Jezus en een vrouw, een Samaritaanse vrouw bij een bron, net buiten een stad. Midden op de dag, het heetst van de dag, treft hij daar iemand uit een ander volk. Hij, Jezus als Jood, ontmoet daar een Samaritaanse vrouw. Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. En mannen en vrouwen die met elkaar spraken, dat was ook not done in die tijd. En dan blijkt ook nog, als Jezus haar aanspreekt, dat hij alles van haar weet. Zelfs de meest diepe verborgen dingen. En op het moment dat ze hem ontmoet, het is alsof ze door de bliksem wordt getroffen. En ze staat op en ze rent naar de mensen die haar eigenlijk voortdurend met de nek aankijken. Want ze leeft als het ware aan de rand van de samenleving. Toch een beetje uitkast of zo, uitschot. Ze leeft een leven van afwijzing, van teleurstelling, totdat ze zag wie Jezus werkelijk was. En dan gaat ze naar de mensen die haar voortdurend met de nek aankijken en dan vertelt ze, hij weet alles van haar. Angst en schaamte, het verdwijnt in één. Zo'n man, een vingerknip. Een totaal veranderd leven. En toen dacht ik aan Saulus. Dat is toch wel iemand die zegt, van, die had het wel goed voor elkaar. Had een welgestelde familie. Maatschappelijk timmerde die ook nog wel aan de weg. Hij was naast dat hij Jood was, had hij het Romeins burgerrecht. Had allerlei voordelen. Hij volgde een goede opleiding, goed onderwijs. Bij een hele bekende rabbi, Gamaliel. Al heel jong kon hij goed onderwijs volgen. En dan krijg je ook maatschappelijk gezien best wel een plek. Een positie. En een van de bestuurders, een hoge priester, die zegt, ik heb een opdracht voor jou. Er zijn hier mensen die noemen we mensen van de weg. We weten inmiddels dat van de christengemeente de weg is. Maar mensen die Jezus willen volgen. En die bedreigt als het ware hun religieus systeem. En ik wil je daar wat aan gaan doen. En op het moment dat hij die opdracht aanvaardt en onderweg is naar Damascus, midden op de dag wordt hij getroffen door een heel helder licht. En hoort hij een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En vanaf dat moment roept hij daar, wie bent u? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Zonder dat hij het in de gaten had. En die ontmoeting verandert zijn leven totaal. Zet zijn leven op de kop. En hij wordt een wereldreiziger. En hij gaat door Azië en door Europa heen en vertelt vervolgens over wie Jezus is. En toen dacht ik aan mijn eigen ontmoeting met Jezus. Ik ben heel degelijk gereformeerd opgevoed. En toen ik een jaar of 17, 18 was, heb ik alles aan de kant gezet. Van zo'n poppenkast. Dat was het geloof van mijn vader en moeder. Wat heb je daar nou aan? Ik kon er eigenlijk niks mee. God van liefde. En ik was eigenlijk in mijn leven gericht op mezelf, op mijn carrière. Vooral een sportcarrière, denk ik.
En dat vond ik eigenlijk ook wel stoer. Ik weet nog, nou is korfbal misschien niet voor een aantal mensen de meest indrukwekkende sport, maar ik bedoel, ik had toch nationaal en internationaal als scheidsrechter timmerde ik redelijk aan de weg. En ik vond het wel stoer om als ik maar eens op mijn werk kwam te vertellen dat ik toch op Studio Sport was geweest. Als man zijn doet het wel leuk, toch? Al was het maar 15 seconden. En op maandag je naam in de krant, of het nou goed of slecht gegaan was, slechte pers is ook pers. En ik timmerde lekker aan de weg en die wordt gezien. En dat doet iets met een stukje erkenning als het ware, wat je krijgt van mensen, totdat ik een blessure kreeg. Ik weet nog dat ik in Dan Wouden stond en ineens vlak voor de rust liep mijn knie helemaal vol met vocht. En na een kwartiertje rust kon ik amper meer lopen, een half jaar eruit geweest en verdwijnt je naam uit de krant. En dan is het net of het weg is. Ook dat bleek geen voldoening, geen blijvende voldoening te geven. Ja, God, wat moet ik daar nou mee? Ik had echt geen grote issues in mijn leven, een probleem. Er speelden ze wel dingen af in mijn leven, in het gezin waar ik uitkwam. Ja, echt wel. Het verlies van mijn broer en van mijn vader op jonge leeftijd. Wat elk mens tegen kan komen, dat je geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van het leven. Ik denk dat het niemand van jullie nog niet is overkomen dat er iemand uit je familiekring komt te overlijden of ziek wordt. Of in je buurt. Toch op een of andere manier was er iets van een, was het leegte, ik weet niet zo goed hoe ik de woorden aan moet geven. Totdat ik mensen ontmoette die me vertelden over Jezus. En die lui die hadden wat. Totdat ik met de 1000 vragen die ik had in mijn leven op een avond naar een televisieprogramma zat te kijken, de verandering. En het was alsof de film van mijn leven voorbij kwam. En ik ontmoette die avond Jezus. Als degene die me veel beter kent dan ik mezelf ken. En ik ervoer vrede en aanvaarding. Wat voegt het nou toe in je leven? Eigenlijk ben ik al een paar weken op zoek geweest. Daar zou ik gewoon één krachtig antwoord op willen hebben en geven. En toen kwam in mijn gedachten woorden die ik dan lees in de Bijbel, omdat ik geloof dat dit de grote liefdesbrief is die God aan ons als mensen heeft gegeven. Omdat dit een woord is waarin zijn hart spreekt. Elke bladzijde ademt als het ware de liefde van God voor mensen. En toen las ik daar, alle mensen doen verkeerde dingen en daarom leven ze niet in de nabijheid, in de aanwezigheid van God, leven ze niet met God. Maar God wil mensen redden. Zomaar. Voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus. Omdat God zelf de schuld van mensen goed wil maken, heeft hij ook zelf voor de oplossing gezorgd. Dat is Jezus, zijn Zoon. Dankzij zijn dood worden mensen gered die in hem geloven. Het voegt toe in je leven. Ik heb geen pasklaar antwoord. Geen pakkende zin. Geen quote. Gods onvoorwaardelijke liefde. Waardering. Aanwezigheid. Dat is de kern van wat je mist. Als je Jezus niet toelaat in je leven. En we maken allemaal van alles mee. Sommigen denken dat ze weinig waard zijn. Anderen zoeken naar bevestiging. Weer anderen hebben angst voor hun toekomst of schamen zich. Misschien wel voor de keuzes die ze hebben gemaakt in het leven. God wil je redden. Zijn drijfveer is zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. En die liet hij zien door het liefste wat hij had, zijn eigen kind te laten sterven aan een kruis. Om jou te redden. En
daarom zijn we hier vanmiddag. En daar heeft de doop van Joke alles mee te maken. In het tweede gedeelte wat we hebben gelezen, lees je dat je door de doop bij Jezus hoort. En dat maakt Joke vanmiddag zichtbaar aan jullie allemaal. Het tweede gedeelte spreekt op een hele bijzondere manier erover. En dan lees je over een zondvloed, over water, over een gebeurtenis heel lang geleden. Toen God de wereld strafte, omdat de mensen die erop leefden slecht waren en slecht deden. Ik denk wel eens, wat is er veranderd? Het is nog steeds slecht op de wereld, toch? Zoveel plekken oorlogen. Mensen die elkaar naar het leven staan. Ongelijkheid om. Arm of rijk. Er zit één verschil in met de tijd van nu en de tijd van toen. En dat is het beeld wat je hierin tegenkomt. Het beeld wat zegt van water. Het spreekt van water. Het water van de zondvloed was er. Zei iets over de straf. Het water van de waterdoop. Het water van de doop. Wordt hier genoemd een tegenbeeld, een tegenhanger. Het heeft dezelfde betekenis. Alles beide keren laat het water het zien van het einde en van oordeel. Hoe kan je nou door de dood van iemand anders daaronder uitkomen? Het kan als iemand in jouw plaats doodgaat. Mensen zeggen wel eens van, ja, dan ga je weer spreken over hemel en hel. Alsof God mensen naar de hel stuurt. God stuurt niemand naar de hel. Niemand. Maar hel betekent hier eindigt leven. En de keuzes die jij maakt in dit leven bepalen waar je je eeuwigheid gaat doorbrengen. Is dat een leven in verbinding met God die jou het leven wil geven, of is het een leven zonder God? Dat is hel. En Jezus is gestorven in jouw plaats om een verbinding tot stand te brengen voor jou met degene die jou het leven heeft gegeven en die vanmiddag tegen je zegt, ik hou zielsveel van je. Zoveel dat ik het ervoor over heb dat mijn kind voor jou sterft. In jouw plaats. Zodat jij een eeuwig leven hebt. Dat is wat Jezus deed. Wat voegde toe? Een leven in een diepe verbinding en een diepe zekerheid. Dat je er nooit alleen voor staat. En weet, het is geen leven van alleen maar glorie, halleluja en successen. Het is geen leven van tegenstand. Absoluut niet, daar heeft het niks mee te maken. Het is een leven met een diepe zekerheid. Er is iemand die altijd bij mij is. Iemand die zich aan mij heeft verbonden. Mijn eeuwige leven is nu begonnen. En ja, ik blaas ook straks een keer mijn laatste adem uit. Wanneer het zal zijn, ik weet het niet. En ik hoop allemaal dat jullie 120 worden. En tot die tijd kerngezond blijven. Echt waar, dan heb je nog even de tijd om keuzes te maken. Want het leven heeft mij te vaak laten zien. Ook in het eigen gezin. Mijn broertje is 3 geworden toen hij verdronk. Mijn vader was 49 toen hij een hersenbloeding kreeg. Het leven heeft mij te vaak laten zien de kwetsbaarheid van het leven. Dat het ook zo afgelopen kan zijn. Door je te laten dopen, Joke, laat je zien dat je gelooft dat Jezus voor jou de straf heeft gedragen. En dat je leeft nu in een verbinding met jouw schepper. Door zijn dood ben jij gered. En is er een verbinding ontstaan met God die je vader mag noemen in de hemel. En dat is een verbinding die nooit meer weggaat.
Wat het toevoegt, mag je zo zelf vertellen. Ik weet niet wat je gaat vertellen, ik ben wel benieuwd. Het zal iets te maken met een nieuwe identiteit, de kracht om het vol te houden, een andere manier van denken. God heeft het voor jullie allemaal klaar liggen. Ook voor jou. Want je neemt één ding mee naar huis als je hier straks hier weer vandaag gaat. Jij bent bedoeld om te leven. Echt te leven. Voor eeuwig. Amen.